kinderkopjes zijn er nog wel, maar door gebruik van nieuw voegmateriaal is wiebelen op hakken van kinderkopje naar kinderkopje in het Stokstraatkwartier nu voor goed verleden tijd. En om de proef op de som te nemen werd er een heuse stylish stiletto-run georganiseerd. Ja, om het meedoen. Ja. Het ging eigenlijk om het meedoen. Ja, en om echt zwaaien en ja, leuk. Be happy, don't worry. Ja, precies, dat is wel goed. Niet altijd voor de prijs, hè? Nee. Je moet ook lol in hebben. We lol in het leven en dan moet je het sowieso kunnen meedoen. En leeftijd maakt dan helemaal niks uit. Helemaal leeftijd. Dat is alleen maar een nummertje. Ja. Hoi. Hallo. Ah, je gaat ook meedoen, hè? Kijk nou eens, mooie schoenen. Dankjewel. Anna, vertel eens. Heeft u allemaal hiervoor geoefend? Ik heb de hele week de voorbereiding gedaan, 's avonds na achten, als mijn kinderen in bed lagen en mensen uit de straat waren. Maar de voorbereiding vond ik eigenlijk het allerleukste. Ja. Niemand in de straat, leuke mensen, leuke reacties. En kan je ons vertellen hoe het voelt? Ben je zenuwachtig? Natuurlijk ben ik zenuwachtig, natuurlijk, ja. Is dat de eerste keer dat je meedoet? Ja, ja. En jij bent zelf van Maastricht? Ik ben niet van Maastricht, ik woon in Heerlen. Maar ik werk hier in de Stokstraat, dus ze hebben gezegd, je moet meedoen. Want ik kan altijd super goed op hoge hakken lopen. Ja. Dus ik met mijn grote mond zei, ja, ik ga dit doen, ik kan dit. Ja. En nu denk ik, nee, ik wil helemaal niet. Als ik die fanatieke vrouwtjes zie daar, ja, heb je ze zeker gezien. En wat verwacht u dan van? Denkt u dat het echt gevaarlijk is of toch niet? Nou, je moet met verstand lopen. Ik ga niet als een wilde weg. Het is alleen maar eerlijk als ik meedoe, toch? Ja, we zijn dus, we wou iets organiseren omdat we nieuwe bestrating hadden. We hebben 2 maanden in puin gelegen, maar de bestrating is nu zo goed als nieuw en hardproof. En hoe kun je het beste een straat uittesten met een stiletto-run? Dat gaan we vandaag uitproberen. Nou, als iemand valt, we hebben ambulance aanwezig, ze krijgen ook een troostprijs, dus alles is gedacht. Maar zou dat betekenen dat het eigenlijk niet stiletto-proof is als iemand valt? Nee, hij ziet er nu super mooi uit, hij is gelijk, dus hij is wel proof, maar rennen is natuurlijk iets anders dan shoppen. Maar ja, dat zullen we zien vandaag. Kijk even, we hebben een recordtijd van, wat hadden we? 15 seconden. Dus, nou, provincie had zou ik zeggen. Ik weet niet, maar ja, vertel even, hoe is dat gelukt met de hakken? Mag ik je hakken zien even? Ja, ik heb niet geoefend, ik heb niks, maar het was best wel moeilijk. Ja. Ik had het niet verwacht. Mag ik even jouw hakken zien? Kijk nou eens. En heb je dit van je vriendin of zo geleend? Nee, die zijn pas gekocht. Ach, ja, echt. Speciaal voor de run. Speciaal voor de race, gewoon voor de bal meedoen. Ja, en Mal, ik vraag hoe jullie hebben het allemaal ervaren. Is het de eerste keer dat jullie een hooghaken race zien? Eerste keer. En het was echt super. Het was super georganiseerd. Waren jullie zelf bang voor de deelnemers? Misschien dat eentje zou vallen of zo? Nee, dat hebben we niet gehoopt. Maar we vonden dat ze echt heel hard renden. Ja. Echt heel hard, ja. Maar voelde je de adrenaline niet mee? Dat ze misschien, ja, ik weet niet, ik was een beetje nerveus dat eentje zou vallen. In het begin wel, maar ze deden het allemaal super. Ja, ze lijken zo verzekerd op die hakken. En u heeft niet meegedaan, hè? Nee. Maar vindt u wel nog leuk om die hakken? Zijn wel mooie hakken? Ja, maar dat zijn mijn dagelijkse schoenen. Dagelijkse schoenen? Dagelijkse schoenen, dat zijn mijn dagelijkse schoenen. Maar zo hard gaat het niet meer. Nou ja, maar het is wel mooi. En het is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ja, maar het is dus dames en heren, zoals jullie kunnen zien, de Stokstraat is echt high heel proof, want niemand is gevallen. We hebben winnaars, geen enkel van de meisjes zijn gevallen. En ik hoop jullie allemaal volgend jaar weer te zien. Doei! De Fransen hebben stevige sporen nagelaten in Maastricht en de joie de vivre zit nog diep geworteld.
De Franse nationale feestdag, 14 juillet, werd dan ook wederom uitbundig gevierd in het Bourgondische Jekerkwartier. Op het podium ziet u in het witte hemd met de baard en bril. Dat is Frans Hermans, hij is onze voorzitter. En achter de knoppen staat ook in een wit hemd Paul Pinksten, hij is onze secretaris. Wij met z'n drieën vormen de stichting PEN. En die stichting hebben we opgezet om met name in Maastricht evenementen op te zetten die een tegenwicht vormen tegen de vercommercialisering in Maastricht die plaatsvindt als het om evenementen gaat met vele lawaai en reclames. En daar willen wij dus juist met een 14 juillet en een kleine ambiance willen we daar dat tegenwicht vormen. 14 juillet, nou, Franse muziek, we zijn een beetje Frans georiënteerd, we houden van Parijs, dat is een beetje klein Parijs, dus zodoende met onze goede vrienden. De sfeer, ja, Loetse Maastricht is Maastricht, hè. Kijk, ik vind Luik een beetje Paris, vooral Outremeuse, maar Maastricht, als dat zich goed heet, omhuld met muzici, vuil volk, de bijdrage van het weer, dan zou ik zeggen, perfect om hij er tot te komen. Nou, Frans, we spreken Frans, we doen Frans. Dus dat geeft de sfeer, alles. Ik vind het wel leuk, dus geweldig. Jij bent dus tweetalig? Ik spreek 100% Frans, net zo makkelijk als Nederlands. En hoe komt dat? Als kind zijn al geleerd. Ik heb ook begrepen dat er heel veel mensen in Maastricht Frans spreken en nog altijd Frans spreken. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Vroeger Frans geweest hier, hè? Kijk, de Hollander die hier komt, die weent zich in Frankrijk. Waarom die fascinatie voor toch een volk dat ons lange tijd onder de knoet heeft gehouden? Dat is omdat wij toch meer de voordelen zien van die tijd dan de nadelen. Want we hebben toch veel te danken aan die tijd. Ja, ik vind het heel leuk. Heel leuk, echt waar. Wat is dan... Sowieso het weer speelt mee, hè? Ja. Het weer speelt mee. De muziek is goed. De mensen zijn leuk. Wat wil je nog meer? Alles is goed. Niet dan? Ja. Ja, een stukje Frankrijk in Maastricht. Paul Pinksten junior. Ik denk dat het op zich wel iets voor jongeren is. Ik denk dat de sfeer gewoon absoluut een terrassfeer, goede muziek. De pilsjes zijn niet te duur, ook belangrijk, absoluut voor de jeugd. En voor de rest gewoon in het park hangen, wat dus sowieso een zomerrit is voor jongeren in Maastricht. Dat kan zeker ook hier. Ik denk dat het zeer geschikt is. En het is ook leuk dat gewoon iedereen zich kan mengen en dat gewoon van alle markten thuis dat gewoon heel Maastricht zich kan profileren. En ik denk dat jong en oud zich wel hier thuis kan voelen. De sfeer is er wel naar. Nou, afsluitend kan ik zeggen dat het festival alleen natuurlijk kan slagen als wij ook gesteund worden. En wij hoeven niet gesteund te worden door allerlei commerciële partijen, want daar zijn we juist tegen. Maar er zijn voldoende fondsen die... onze doelstellingen mede onderstrepen en we danken met name voor deze editie het Koninklijk Salden Nieuwenhof Fonds en ook het centrummanagement, want die hebben ook gezorgd dat er behoorlijk wat verbinding is ontstaan tussen de bewoners, de ondernemers en ook de initiatiefnemers voor deze editie.